Lou het nieuwe Jobstervlog. En inderdaad, mijn haar is gedaan. Mij de kapper heb ik jammer genoeg niet gefilmd. En het is al super lang geleden dat ik nog eens een Jobstervlog heb gefilmd. Ik heb een nieuwe gsm. En dit is dus een nieuwe camera. En ik hoop dus dat deze camera veel beter is. Het geluid beter is. Maar ja, het valt nog te zien als ik deze video ga editen. En ik hoop ook dat het gewoon smoother filmt. Dat de lichtingen een beetje beter zijn. Ik ga even het licht hier uit doen. Hops, flats. Ik moet nog wel even een beetje wennen van deze nieuwe gsm en hoe alles werkt. Ik heb de OnePlus 3T gsm gekocht. En ik vind hem best al heel nice. Ik wou nog een unboxing video maken, maar ik heb het niet gedaan. Sorry daarvoor. Nu, deze frontcamera is dus 1080p en ik kan ook nog een 60 frames per second filmen. Daar heb ik nog niet op staan. Maar de achterkant van deze gsm die kan gewoon... Oh, ik moet een beetje hoger houden. En mijn arm dus hier. Au. Rup. Die kan dus gewoon 4K filmen langs de achterkant. Dat is gewoon super awesome. Dus ik denk hier even buiten gaan staan of hier in de voordeur. Dan ga ik hier even gewoon eens 4K laten zien. Eerst met deze frontcamera en daarna met de achterkant van de camera. Eens zien wat er een verschil is of niet. Maar ik ga nu eens even eerst de achterkant gebruiken met 4K. Tot zo. Alright, ik hoop dat jullie mij nu kunnen zien. Ik weet niet of dat het beeld veel beter is. Het is nu wel een 4K. Het kan zijn dat het met de lamp hier of zo een beetje gewoon kut is. Met de belichting. En ik kan even naar buiten wandelen. Ik zal eens even kijken. Wacht even. Joep. Nu sta ik dus buiten. En daar zit gewoon een kat, man. Ja, loop maar. En niet weg. Sorry dat ik de kat niet heb gefilmd. Ik weet niet of het 4K echt is. Ik ga gewoon eens even mijn tuin filmen en zien wat jullie ervan vinden. Ik ga terug naar binnen, want het is best wel heel koud. Hupsakee. Deurtje toe en ik ga even eens iets voor te drinken nemen, want ik heb best wel wat dorst en zo. Zie wat er in mijn ijskast zit. Man, het is best wel heel lang geleden dat ik nog eens heb gevlogd. En ik zou dat meer moeten doen, want ik denk dat jullie het wel heel leuk vinden. En oh yeah, kijk, wat gaan we nemen? Ice tea is gewoon de best, jongens. En ik hoop dat jullie mijn haar een beetje mooi vinden. Ik ga nu even naar mijn computer. En ik was daar straks ook nog even bezig voor mijn beurs Game Time. En ik heb hier al heel wat dingetjes opgeschreven. En ik hoop dat jullie dat niet goed hebben gezien. Want dit is onze zaal en ik ben de standen aan het tekenen. En wie en wat. En we zijn al aan het mailen naar bedrijven en dit en dat. Het is best wel heel veel werk een gamebeurs organiseren. Holy moly. Eens aangekomen in mijn kamer staat mijn computer nog steeds niet op. Holy fuck. Ik ben het dus gewoon los vergeten, hè? Maar ik ga wel even mijn ice tea drinken. Hier is mijn mooie softbox. Hebben jullie dit niet gemist? Deze view. Ik denk dat ik gewoon naar de smoeken ga rijden. Misschien dat ik daar nog een beetje film. En dan ga ik, ja, kom op, we maken gewoon een lekkere ritje voor deze speciale vlog. Ja, tot zo. Ik ga gewoon in de auto stappen. Weet je wat best nog wel heel fucked up is? Dat hier nog allemaal sneeuw ligt. Het is best fucking koud. Hups, vlot. Sneeuw weg. Maar nergens anders in Balen ligt er sneeuw buiten hier. Ik bedoel, come on. Oké, nu is mijn hand al best wel fucking koud. Ik ga gewoon in een auto stappen en ik vertrek naar Smoeken. In de auto ga ik niet echt al te veel filmen. Want ik heb ook geen houder of zo over in mijn auto. Eerst mijn portefeuille uit mijn broekzak halen, want dat zit gewoon echt heel slecht. En ik heb dus geen houder in mijn auto, dus ik kan die hier niet heen plaatsen of zo. Dus ik ga gewoon rijden en dan zie ik jullie zo als ik bij mijn moeke aankom. Doe maar ik ben bij ons moeke. Zien dat het thuis is.
Alblief? Nee, denk het niet. Oké. Okay. Ai, ze zullen aan het zien van, wat is dat in mijn handen, jongen? Dat is een gsm-boek, hè? Dat is een gsm. Die weet dat niet, hè? Dat ik film. Hey, Snoopy. Ja. Kom. Wil je het doen? Wat zou je mee aantrekken? Ik ben aan het filmen. Waar je dan ook? Waar? Oh, eerst kiezen, hè? Wat zou je mee aan kunnen? Ik heb al. Ja. Ik heb toch een YouTube-kanaal aan moeten. Hè? Ik heb toch een YouTube-kanaal, hè? Waar heb ik filmpjes zet? Ja. Waar is het wel? Wel niet, ben ik aan het filmen. Ah, oh, is dat dan? Kom eens, Snoopy. De kat is weer al weg. Is de kat weer weg? Ja. Is ze weer gaan lopen? Dat is een kat. Oei. Oh, dat gespek en bakken. Dan Tom, waar ze dat gespek bakt? Hoe kom dat ik? Ah, dat ik. Dat je dan aan het filmen bent. Ja. Oh. Oh nee. Spek al aan boeken, hè? Doe je daar ei bij of wat is dat? Is dat geen ei hier? Nee, dat is. Nee, dat is boter. Ah, oh, boter. Oh, doe dat je met eikens ging doen. Nee, had ik die daar afgezet, want ik doe dat even. Mmm. Dat riet toch altijd goed, hè? Lekker, hè? Heel lekker. Dank u voor de koffie. Vers brood, hè. Oh, moet je het toch al niet alleen eten? Mm-hmm. Wat vind je van mijn haar? Oei. Dat is gewoon gelijk dingen, gelijk de scène. Het is een beetje zoals een scène, ja. Maar ik heb een foto gezien van een jongen en die had ook zo zijn haar zo gedaan. Wie neem jij dat? Kun je dat laten knippen, hè? Ja, bij de kapper. Mm. Mm. Heb je dat niet opgemerkt, wel? Nee, dat vind ik niet, omdat jij dat niet ziet. Oh, maar dus, ik heb mijn haar anders ook zo een beetje, hè? Ja. Ja, kijk, die anders zo. Maar toch zo goed, niet precies. Nee. Dan dus... moet ik hier nog pakken, niks meer. Zal maar zeggen, als die paasjes nu nog weg zijn, dan... Ja, ze zijn dan minder, hè. Dan is het wat... Wat? Vind ik het raar, de camera? Ja. Dat je jezelf zo ziet. En ja, en dan een hoop... Maar wel kei goede spek. Dat is al goed. Ik vind het lekker. Ik ga Een dingen pakken. Een klein mesje pakken. Op z'n flats. Ja, maar als jij dat zit te vullen met allemaal en dan ben je hier overhoop. Is jij klein erop? Ja, je hoort u. Godsgenauwen. En wat is dat toch boven? Wat hè? Dat wit balkje. Dat is voor een foto te trekken. Ah. Ja. En dat met bolle is dat ook? Dat is voor een foto en dan rood is voor te filmen, hè. Mm. Allee, smakelijk. Allee, smakelijk, hè. Er is een theater ook getrouwd. De kat die altijd zijn eigen verstopt. Maar ze wil niet komen en nu gaat ze leeg, hè. Snoopy. Ja. Nee, maar laat ze maar zitten. Mm. Ze eet toch? Ja. Spek wat, hè? Spek voor je bek. Ik heb je dat in het begin van uur zo alles kapot geknauwd, hè. Ah. Dat kan niet zo nog in grote stukken nemen. Het is slecht soms nog zo, hè. Oei. Maar nu het zo, maar je huurt dat toch dat die van tijd. Is dat bang gescheid? Ja, dat is bang gescheid. Wat gaan we doen? Ja, dan moet ik toch nog het einde filmen, dan moet ik. Nou, nee. Salutjes. Allee, salut. Zal er dan mee opdagen? Ja, dan filmen. Snoopy. Snoopy, Snoopy. Zie je eens? Snoopy? Hij ziet niet. Nee, oh, hij ziet niet. Allee. Allee. Salutjes.
Dat zal wel lukken. Ik ga er rap in kruipen. Ja, dat is wel. Zijn naar de vriendjes, hè? Ja, dat is goed. En een licht opzetten en zo, hè? Ja, dat is goed. Salutjes, tada. Godverdomme, het is kou. Maar ik ga hier dus ook de vlog afsluiten. Ik ben lekker even gezellig bij mijn moekie geweest. Was super lekker, respect. Ik ga nu met de auto rijden hier achter stuur. Even mijn gordel aan doen. Even kijken. Zo. En dan. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker geen duimpje. Oh! Duimpje omhoog te doen. En tot de volgende keer. Bye bye.